is het Muntu Dennis, ik heet Renske en vandaag hebben jullie episode 16 van GTA 5 Online Adventures. En zoals je ziet, ik zit nou in een prachtig vliegtuig. En ik had het vliegtuig eigenlijk genomen om iemand anders die een bounty op zich heeft, om die te killen. En die zie je daar vliegen. En die heeft een dikke privéjet. En ik dacht van, daar ga ik denk niet bijhouden. Dus ik heb hem eventjes achterna gevlogen en nee, inderdaad, ik kan dat niet bijhouden. Dat ding van hem is 100 keer sneller als dit ding van mij. Dus toen dacht ik van, hij heeft een privéjet, ik moet hem mollen, want dat is het idee van een bounty. Die mensen die bounties op zich hebben, die moeten dood. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga iets super stoms proberen. Iets wat je gewoon niet na moet doen, want dan gaat fout. En dat is met dit ding, een legerbaas invliegen. En dan proberen een jet te jatten. En zoals je ziet, dat gaat al als een mal op en neer. Dit ding kan helemaal niks hebben. Vervolgens ga ik een legerbaas invliegen waarbij afweergeschut hoort te zijn in het echt. Wat betekent dat als er iets boven of iets in de buurt vliegt, dat het gelijk uit de lucht geschoten moet worden. Dus ik heb er niet heel veel vertrouwen in, maar we gaan het toch proberen. Want ik dacht, weet je wat, een keer met mijn vliegtuigen is vet, want dat doe ik eigenlijk nooit. En nu heb ik de kans om daar een leuke video van te maken. Dus hopelijk lukt het. Hopelijk zie ik ergens een prachtig vliegtuig voor mij om te jatten. En die moeten wel eerst even allemaal spawnen nog. What the heck? Ze spawnen normaal niet. Het is niet druk op legerbasis. Oh, dit is vol kool. Oh, skills! Oké, dan moet ik er niet op landen natuurlijk, want dan zou het niet echt goed zijn. Oh shit, oh shit. Nou heb ik een probleem. Nou heb ik een probleem. Nou heb ik een heel groot probleem. Heel groot probleem. Een nog groter probleem. Rennen, 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 rennen. Oké, nou heb ik echt... Ga dood. Ik kan het best maar afschieten. Er was maar eentje in. Mooi, mooi, mooi. Heel snel die jet. Ik weet, het gaat altijd fout als ik met jets weg probeer te gaan. Omdat die dingen altijd uit de lucht geschoten worden. En ik zweer het je dat er in het begin niet was. Ik zweer dat in het begin, toen GTA uit was, dat er geen jets achter je aankomen. Ik kan me echt niet herinneren. Ik heb zo vaak jets gehad. En dat die nooit echt uit de lucht geschoten werden door andere jets. Wel afweergeschud. Zoals nou. Oeh. Dat was close. Ik weet nooit welke kant op ik moet vliegen. Ik vlieg altijd de verkeerde kant op. Het mooiste is, iedereen zegt altijd, je moet rechts vliegen. En dan vlieg ik rechts en zeggen ze, je moet links vliegen. Dan vlieg ik links en zeggen ze, je moet naar, weet ik veel, ons boven vliegen. En dan doe ik daar en dan is het ook niet goed. Dus, ik weet echt nooit waar ik heen moet vliegen. Het lijkt erop. Oh wacht, natuurlijk, de jets komen achterna. Hopelijk kan ik het nou voor elkaar krijgen. Als je laag vliegt, dan vlieg je in principe below radar. Dan kunnen ze je niet zien. Maar die jet wel, want hij vliegt hem achterna. Maar hoe kan hij zien? Ik heb geen politie gemaakt. Oké, okay, hij vliegt voor me weg. Serieus? Really? Please? Of is dat die keer met die bounty? Zal dat? Nee. Oké, ik heb een probleem. Nou een probleempje. Nou heb ik een probleem. Oeps. Ik moet hem uit de lucht schieten. Ik schiet de jet al uit de lucht. Come on! Oké, nou schiet ik hun jet uit de lucht. Ik schiet gewoon hun jet uit de lucht. Waarom zij mij doen? Jongen, ik schiet hun uit de lucht. Woehoe! Come on! Zo doen we dat, niet anders. Oh shit. Iemand lokte mij. Iemand lokte mij. Oké, ik schiet hun shit uit de lucht. Ik hoop dat dat werkt. Ik hoop dat die ene jet uit de lucht hebt. Die helikopter hier ook. Dit is sick. Alleen ik wil echt even de jets van hun weg hebben. Daar heb ik helemaal geen zin in. Woehoe! Dit is fucking vet. Ik moet eigenlijk naar die gozer even zoeken. Die helikopters moeten uit de lucht, want die helikopters die geven mijn positie door, zeg maar. Mijn coördinaten, waardoor die jets achter me aankomen, denk ik. Ik weet niet of ze nog steeds achter me aankomen. Ik hoop het niet. Ik hoop dat het nou gewoon bij helikopters blijft. Want die kan ik op zich wel ontlopen. Dus als dat het geval is, dan gaan we nou die ene keer op die bounty zoeken. En dan zweer ik, jongen, dan is hij bang. Want eerst dat hij maar om de kloten van, je hebt een frotvliegtuig. Allemaal maar uitdagen, weet je wel. Dan heel langzaam gaan vliegen. Dan kom ik in de buurt eindelijk met dat poepding. En dan ineens was je weg. Dus ik heb nou iets anders. Hopelijk kan ik hem nog tegenkomen. Hopelijk krijg ik nog steeds geen jet uit me aan. Ik moet eerst de politie kwijt zitten raken. Damn it. Nog steeds die politiehelies. Dingen zijn snel, maat. Maar ze zijn me wel kwijt. Lijkt het op? Ja, mooi. Hoe lang zal het duren dat die sterren weggaan? Ik verwacht niet heel lang meer. En is dit die legerbasis? Oh nee, ik denk ik ga weer terug naar de legerbasis. Lekker slim. Nou, dan gaan we die kerel zoeken. En zoals mij logisch lijkt, zou ik nou sneller moeten zijn dan hem. Dit zijn van die fighter jets, is een F-16. Je moet wel sneller zijn als een privéjet. En zoals ik nou zie, dit is niet grappig. Die kerel die nou een armored truck heeft attacked, dus aangevallen, dat was die kerel met de jet. Je gaat me nou toch niet vertellen dat die gozer nou eventjes
geland is. Toch? Please? Alsjeblieft. Nee. Dat ga je me niet vertellen. Dan ga ik hem alsnog gewoon proberen neerschieten vanuit de lucht. Dat ding is traag, maat. Dat ding lijkt heel traag. Het valt volgens mij allemaal reuze mee, maar... Ik heb niet echt het idee dat het snel gaat. Geen besef als snelheid. Waar zal hij zijn? Ik ga even kijken op de minimap. Dan stort ik neer. Oké, okay, hij zit op een weg. Zal die kerel neergestort zijn net of zo? Toen ik net allemaal moeite aan het doen was. Ach, gelukkig. Er is een bounty op iemand gezet. Nee, hij is niet clean. Mooi, er is nog een bounty bij. Ah, daar wordt nog een probleem mee. Ik had beloofd die GTA racer. Dan krijg ik nou zoiets. En dit vind ik fucking epic, omdat ik het normaal nooit doe. Dus, ik weet niet. Ah, dat is een nee! Dat was een leger, of een leger, wat zeg ik nou? Politieheli. Dammit, ik wou die kerel neerschieten, niet die politieheli. Haal de politie uit te gaan en ik help hem. Hier onder mij. Zeg eens, oh, dat was close! Holy balls, dat was close! Oké, ik moet de politie wel kwijt zitten raken nog steeds. Ah, dat lukt denk ik wel, zolang ze maar geen jets meer afsturen. Waar is die gozer heen? Daar zijn de politie, daar schiet ik niet op. Waarom kan hij niet lokken op die gozer en alleen op die politie? Daar heb ik helemaal geen zin in. Dan gaat hij altijd de politie lokken. Dat is voor hem wel positief. Hij heeft die politie uit te gaan. En ik kan alleen maar de politie lokken en niet op hem. Ik zal het even zo doen. Dan heb ik eens even... Een machine ding. Waar vliegt... Of waar rijdt hij? Hij rijdt expres tussen die kutbergen in. Dan kan ik hem niks. Oké. Dan moet je eens even van een afstandje aanloop nemen. Dan kunnen we hem zien en dan weten we waar we heen schieten. Dus hopelijk werkt het. We gaan het nog een keer proberen. Nou, dan gaan we terug. Let's go. Nee, niet die politie. Ook nee. Wat we zien? Oh, daar. Ja, ik zie hem iedere keer 30 minuten te laat. Wow. Meest epic bounty kill als ik die gozer heb. Ik zie hem nergens. Oh, daar. Oh, ik zag hem te laat. Hij moet kunnen zeggen ergens gaan zitten waar ik hem gewoon kan zien en zonder die politie. Dus ik heb die politie, maar weet je, ik bel heel eventjes de grote maat Lester en die fixt even dat die politie weggaat. Want al heb ik ook 1,000 maanden, is niet zo rap, maar ik heb dus de politie helemaal opgeblazen en dat vinden ze nooit zo heel erg grappig. Dus dat zullen we maar fixen. Oké, mooi. Let's go, waar is die gozer? Hij zit hier rechts. Nee. Hij ging weer lokken op die hele. Dus daarom schoot ik even snel omhoog. Dan heb ik dan weer 3 sterren. Dan blijf ik aan de gang. Die gozer moet eventjes normaal doen. Zodat ik hem kan zien. Waar zit hij? Nee, niet jij. Waar is die andere gozer? Oh shit, daar vliegt tegen dat ding aan. Daar moet ze echt iets voor vinden. Oh shit. Ik stort neer. Dat ik hem gewoon van een afstand kan zien. Ik weet niet of dat daar een mogelijkheid voor is, maar select ook ooit iets van highlight players was toch een mogelijkheid. Dus misschien dat ik dan hem beter kan zien. Hij was het volgens mij. Zo. Misschien dat ik dan hem ook gewoon qua naam beter kan zien. Ik hoop het wel. Hij is zo'n geluk hè, dat hij... oh shit, ik heb iets van mij. Dat hij uit de jet is, anders was hij gewoon ten dode opgeschreven. Maar hij heeft weer dat geluk. Oh, oeps, splitsie. Oeps, sorry. Dat was niet de bedoeling. Ah, voor deze ene keer zien we het door de vingers. Hij moet daar ergens wel rijden. Ah jongen, ik kan hem niet omlaag schieten. Al die gebouwen, hij zit echt gewoon als een mietje te doen, maat. Kan ik helemaal niet tegen zulke mensen. En ik snap niet waarom geen andere jets... Oh, daar was hij. Geen andere jets in zitten, zoals een Harrier. Die Harriers die kunnen stil vliegen, maar die kunnen gewoon stil in de lucht hangen. Waar zit hij allemaal te bitchen? Oh, daar is hij. Oké, nou kan ik het tenminste een beetje zien. Oh, kut. No! Ik kan hem eindelijk zien. Wat doe ik gestoord? Nee, ja, jongens. Ik raak ding helemaal, weet ik veel. Ondersteboven, binnenste buiten, achterste voren. Oké, we gaan nog eventjes proberen snel te killen. Heel snel dan. Waarom stoot ik neer? Al die tijd rondgevlogen en dat kut ding heb ik eindelijk dat ik hem een beetje kan zien. Stort ik direct neer. Hij probeert zijn ding op te blazen. Wij doen het gewoon op de easy way waarschijnlijk. Als ik hem tegenkom, blaas ik gewoon op met C4.
Dat is eigenlijk het idee. Hij heeft weer zo'n armored truck. Zal hij wel even bezig zijn als hij toch met die armored trucks bezig is? Heeft hij wel andere dingen aan zijn hoofd? Al die politieagenten ook nog. Dus ik blaas er gewoon easy op en dan gaan we zo meteen die race even starten. Of één race. En daar rijdt hij. Hij heeft ook niet zo'n heel snelle auto, want ik rijd met een mislukte Jeep rond. Ja, is, eigenlijk is het een fucking badass Jeep in het echt, maar in dit spel is het niet alles. Maar ja, ik hou hem redelijk goed bij. Dus hopelijk is hij niet al te goed. Oké. Okay. Oh, wat een bitch. Wat een bitch. Hij heeft best een goede auto, dat is een Amerikaan. Ah! De politie gaat ook tegen me aanrijden, dan krijg ik die ster achter me aan. En is niet handig, ik rijd nou met het ding in mijn hand. Oké, okay, hij is wel sneller dan ik. Misschien moet ik mijn eigen auto fixen. Het beste is eigenlijk al... Oh, come on, come on, come on. Oké, okay, ik blaas mijn mezelf op. Weet je wat we gaan doen? We gaan eventjes... Wauw, we krijgen naar de politie, man. We gaan heel eventjes iemand bellen. We gaan eens even echt materiaal fixen. Want met zo'n auto ga ik hem niet achtervolgen. Dat heeft helemaal geen zin. Geef mij maar mijn... ja, welke? Intinity. Maar ik moet eerst die politie weer kwijt zitten raken. Dat is het leukste van alles. Als je hem hier naartoe brengt, dan komt het goed. Ik kan niet ontsnappen. Plek zat om het te verstoppen. Moet ik niet de politie tegemoet rijden natuurlijk. Ja, kijk eens. Hey. Hoezo? Super, super spot. Oh, wacht. Hij wordt hier al neergezet. Dat is snel. Dat doet hij snel. Hopelijk leeft die bounty nog steeds. Oké, okay, nou krijgt de politie nog wat maar. Maar als ik deze auto heb, dan kan ik sowieso wegrijden. We gaan gewoon de strand op. Een leuke rit bij de zonsondergang. Hop. Die gozer, die rijdt wel snel hoor. Hij hield het volgens mij van die random auto's gewoon gejat. Of in ieder geval lijkt erop. Zal er waarschijnlijk wel niet. Maar dit ding is ook snel. Oh, Jezus Christus, dit ding is echt snel vergeleken met dat ding wat ik net had. Wauw, gaan ze nou eens... Oh, kut. Ik zit allemaal te lezen. Gaan ze nou eens allemaal bounties op mensen zetten? Dan weet ik ook niet welke bounty ik zocht. Wat was nou? Highlight. Oh, sorry, politie. Ik heb hier nog steeds een maan, hè. Is die kerel geliefd? Oh, nee. Oké, jij bent het. Haha, voor mij kun je niet verstoppen, maat. Oké, weet je, we gaan daar ook eventjes, als we in de buurt zijn, Lester bellen. Zodat we dan ook nog off the radar zijn. Want dit wordt gewoon een episode helemaal dedicated aan die bounty. De ultieme bounty hunt, gewoon. Hij is ook goed, dus hij wil overleven. Dat is leuk. Moeten we snel... Nee, gaat hij nou weer het vliegtuig... Hij gaat weer naar het vliegveld toe, hoor. De klootzak. Hij gaat weer een vliegtuig pakken. Ik had al die tijd de kutjet. Oh, shit. Remove one level. Ik moet snel off the radar nog een keertje. Ik weet niet of ik hem twee keer kan bellen. Ik hoop het wel. Ga me nou niet vertellen dat hij nou ook weer die kutjet neemt, hè. Hey, what's up? Oh, mijn god. Ik kom er niet eens overheen. Off the radar. Waar staat het? Off the radar. Ik zat niet op te letten. Oh shit, nou moet ik snel zijn. In zijn achteruit. Hij heeft er al een. Hij heeft al een jet. Heel snel. Snel! Ik heb niet zoveel tijd. Let's go. Ik ben off the radar. Hopelijk weet hij dat ik eraan kom. Hey jongens, aangezien deze video enorm lang is, heb ik besloten om hem in twee delen te knippen. Want ik had deze episode had ik eigenlijk gerecord. Het duurde 45 minuten en dat is te lang om dat in één keer te uploaden. Dat is voor mij niet te doen. Dus ik knip hem in twee delen. Dit is het eerste deel wat jullie zojuist hebben gezien. En het tweede deel komt zo snel mogelijk. Ligt eigenlijk geheel aan jullie. Als deze video 444 likes krijgt, dan zal ik zo snel mogelijk zorgen dat het andere deel gerenderd is en klaar is om te uploaden. Dus... ik hoop in ieder geval dat jullie de episode leuk vonden. Als je hem leuk vond, laat eens een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houdoe.